De zwaarste storm sinds 28 jaar raasde zojuist over onze provincie. Goedemiddag, u kijkt naar een extra uitzending van het TV Gelderland Nieuws in verband met het stormachtige weer. De ergste storm sinds 1990 raast vandaag over de provincie. Hoe groot de schade is, is nog niet duidelijk, maar overal waaiden bomen om en zijn daken van huizen geblazen. In Weurt bij Beuningen raakte iemand gewond door rondvliegende dakpannen. Zo is aan de IJsselweg in Terborg een complete gevel van een bedrijfspand geblazen. En in Rhede werd van deze woning het dak afgeblazen. Ja, flinke schade daar dus. En chaos was het ook op de Gelderse snelwegen. Vooral op de A12 en de A50, ter hoogte van Heteren, Renkum en knooppunt Valburg, waaiden vrachtwagens als bosjes om. En verslaggever Laurens Steink is ter plaatse. Laurens, hoe erg is het daar? Chaos op de weg, absoluut. Ik kwam rond 10:30 vanochtend de A50 oprijden. Ik reed vanaf de A15 die kant op. En al heel snel liep het vast. En ik had een verrekijker in de auto liggen. En daarmee kon ik zien dat er aan de rechterkant van de weg, de kant waar ik dus stond, een vrachtwagen was omgewaaid. Stond ik een uur stil. Vervolgens aan de andere kant kon ik er langs rijden. En ook links lag weer een vrachtwagen op zijn kant. Die vrachtwagens die liggen er op dit moment nog steeds. Het verhaal is dat die blijven liggen tot 8:00 vanavond. Dan worden ze opgeruimd door Rijkswaterstaat. En om 13:30 vanmiddag dan wordt knooppunt Valburg weer vrijgegeven. Dus op dit moment staan er eigenlijk overal lange files. Ja, we zien achter jou volgens mij de provinciale weg waar het wel redelijk doorrijdt. Is er sowieso nog veel vrachtverkeer op de weg op dit moment? Vanochtend, voordat de storm echt losbarstte, was er heel veel vrachtverkeer op de weg. Ik had niet de indruk dat het toen heel veel minder was dan op een normale donderdag. Maar naarmate de storm toenam, zag je op de parkeerplaatsen bijvoorbeeld ook heel veel vrachtwagens die daar stil zijn gaan staan voor de veiligheid. Ik zag zelfs ook een vrachtwagen die had alle doeken van de aanhangwagen opengezet, zodat de wind er doorheen zal slaan en zodat de vrachtwagen zelf, de aanhangwagen zelf, niet zal omwaaien. Ja, maar er was ook een advies om de weg niet op te gaan als het niet strikt noodzakelijk was, code rood. Trekken mensen zich daar iets van aan, volgens jou? Toen de storm één keer bezig was, was het echt veel minder druk op de weg. Op voorhand had ik de indruk dat het nog steeds redelijk druk was. Dus dat mensen ook nog wel dachten van, ah, wellicht valt het mee. We gaan gewoon en we kijken wel hoe het gaat. Maar code rood, het waaide ook echt heel erg hard vandaag. Ik reed over de weg en had ook echt zoiets van, nou, hoe veilig is dit eigenlijk nog? Dus code rood, je zou kunnen zeggen, was wel terecht. Ja, het lijkt erop dat de wind nu iets is gaan liggen. Die situatie op de snelwegen, hoe lang blijft dat nog chaos bij Valburg onder meer? Ja, je zegt al, ik heb ook zelf de indruk dat de wind iets is gaan liggen. Dat betekent dat het verkeer weer langzaam maar zeker zal gaan doorstromen. Maar wat ik net al zei, bij knooppunt Valburg, daar wordt de weg pas om 13:30 weer vrijgegeven. En zo liggen her en der gewoon nog vrachtwagens op de weg. Is er nog chaos? Dat moet allemaal worden opgeruimd. En voordat dat weer zover is, ja, dat duurt gewoon nog even. Dus ik denk eigenlijk dat de hele middag, en misschien wel tot en met de avondspits, dat het toch een kwestie is van op veel plekken van file rijden. Oké, dankjewel Laurens. Zometeen meer over het weer vanuit Wageningen, als het goed is. En in Wageningen trouwens hebben hulpverleners hun handen vol aan de gevolgen van de storm. Veel wegen zijn er gesperd door omgevallen bomen. En het verkeer wordt op heel veel plekken omgeleid. Pas op. Ja, het is op het moment heel erg. Dus overal vallen ze nu op het moment om. Dus, maar goed. We proberen zo snel mogelijk overal in te grijpen, maar ja, we kunnen niet overal tegelijk zijn natuurlijk. Ja. Wat is hier gebeurd? Nou, hier ligt een auto onder een boom. Mensen zijn eruit, dus dat is gelukkig goed afgelopen. Maar ja, wat er nog gaat komen de komende uren is nog een afwassing natuurlijk. Het gaat ook wel verkeren. Ik zie daar zelfs een ambulance aankomen rijden, zeg. Oké. Ja, die moeten natuurlijk omrijden natuurlijk. Ja. Want ik zeg al, die hebben nu ook. De meeste wegen zijn versperd op het moment hier, dus op Wageningenhoofd. Dus ja, goed. We zullen het beste maar van hopen en proberen dat in ieder geval geen slachtoffers krijgen. Dus we zullen snel mogelijk proberen de wegen weer vrij te krijgen. Dus, En we hebben al geluk gehad, hè? Want een eindje verderop was een meisje onder een boom. Ja, heb ik net begrepen, ja, dat heb ik eerst gestaan toen er hier naartoe geroepen. Dus, ja. En hoe was het met haar?
Dat weet ik niet. Daar heb ik niet gehoord. Maar het viel mee, heb ik begrepen tenminste. Dus, ja. Maar ze is wel voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht, hè? Ja, tenminste, dat neem ik aan. Ik heb er verder niks meer van meegekregen. Dus, ja. Ja, heftig ook. Die fiets die geraakt is door een boom. We gaan naar verslaggever Jeroen Mekel. In de omgeving van Wageningen nog steeds, Jeroen. Ja, veel schade zie jij daar, hè? Jazeker, dat kun je wel zeggen. Nou, eigenlijk overal waar je rondrijdt en zeker in de wijken waar bomen staan, daar liggen die bomen over de weg heen. Je ziet heel veel takken ook op die weg liggen. Je rijdt bijna over op sommige straten over de takken heen. Je hoort het kraken aan alle kanten. En ik ben in Wageningen Hoog, heb ik heel veel lopen kijken. Ja, dat is zo'n bosrijk gebied, om het zo maar te zeggen. En daar konden we op een gegeven moment, kon ik daar met de auto niet eens meer weg. Elke uitgangsweg van die wijk was versperd door omgevallen bomen. Ik heb op een gegeven moment zelfs met mensen, zijn we zelf maar bomen lopen verplaatsen en dergelijke. En in één keer zag ik bijna een boom ook bij mij op de auto terechtkomen. Het was heel erg schrikken daar, heel erg beangstigend ook. Heel veel mensen zeiden dat ook tegen mij. En met de mensen waarmee ik aan die boom stond te trekken, die zei ik van nou, laat maar liggen, wij blijven wel thuis. En ik denk dat dat ook een hele goede beslissing is geweest. Ja, Jeroen vanuit Wageningen, dank je wel en doe ook voorzichtig daar. Op bijna alle plekken in Gelderland overlast dus. En onze verslaggever Vera IJsink was in Nijmegen en Arnhem. Zo stonden mensen dan in de storm, hier bij de Ovatonde in Lent. Er is daar een bushalte en de ruiten gingen kapot door de wind. Oh, die ruit van de bushalte is gesprongen door de wind. Dus die knapte en al het glas vloog over. Dus glas vliegt gewoon rond? Ja, die vloog rond inderdaad. Ja, ja, tot tegen het keetje aan achter mij. Dus het gaat aardig tekeer hier. Dicht bij het Sonsbeekpark in Arnhem viel een boom op een auto. Wat gebeurde er precies? We kwamen aanrijden en we zagen de boom naar beneden vallen. Dus keihard op de rem. Maar het was eigenlijk al te laat. De boom kwam op de auto neer. En jij zat in de auto? Ja, dat klopt. Je gilt natuurlijk wel, want je ziet hem aankomen. Maar het was wel schrikken. Het is, rij je iets harder of reageer je net even iets later, dan heb je de boom volledig op je dak. En ja, hoe je dan er vanaf komt, dat is de vraag. Dat je toch wel een engeltje op je schouder hebt. Dat je dat toch wel het geluk is dat er niks met ons is. Deze gemeentewerker had ook geluk. Een boom viel vlak naast hem in de buurt van het Gelredoom. En toen plotseling kwam de hele kroon er nog achteraan. Net waar ik, op het punt waar ik stond. Dus dat was even rennen en weer door. Wat gebeurde er met u? Ja, we zijn even schrikken, adrenaline. En daarna moest die tak toch weer van de weg af. Dus, en nu gaan we weer door naar een heleboel andere meldingen. Het is echt ho. Wat vindt u ervan dat de treinen niet rijden? Dat is erg onhandig, denk ik, voor het hele land. Ik zelf kan het goed begrijpen, omdat het heel gevaarlijk is, denk ik. Eén druppel water op het spoor en dan hoor je weer de trein niet rijden. Ja, en het treinverkeer ligt nog in ieder geval tot 2 uur vanmiddag stil. Daarna gaat het mogelijk weer langzaamaan rijden. Het laatste nieuws is dat er in Vuren, in het rivierengebied, een dode is gevallen. Er is iemand door een plexiglazen constructie gevallen. Of dat ook daadwerkelijk met de storm te maken heeft, dat is nog niet duidelijk. Daarover mogelijk later meer in deze uitzending. En anders op onze app en op onze site gld.nl. Dan gaan we naar Rheden, want daar kregen bewoners de schrik van hun leven. Er was een enorme knal of er een bom insloeg. Het vorig jaar vernieuwde dak was met stenen en al van hun woning gerukt. En in Rheden is onze verslaggever Annemieke Schakelaar. Annemiek, hoe is de situatie bij jou? Ja, ik ben niet bij het huis waar jij net over sprak. Daar ben ik nog niet terechtgekomen. Want onderweg waren er natuurlijk weer heel veel bomen die omgewaaid waren. Ik sta in Rheden bij Petra Derksen. Het dak van haar schuur is er afgewaaid. De hele tuin ligt gewoon vol met platen. De schutting is helemaal omgewaaid. Mevrouw Derksen, erg geschrokken? Ja. Toch wel. Het ging in één keer heel hard en daar ging het. Ik kwam naar buiten om een vogeltje even te doen, om eten te geven. En het vloog in één keer, hoppatee. Kaboom. Ja, kaboom. En ja, dan hou je het niet meer vast. Ja. En dat doe ik ook niet. En laat maar gaan, hè. Ja, enorme ravage in de tuin. Ja, voor en achter. Maar ja, goed. Ach, ja. Ja.
Verderop zou ik een huis, het dak zijn afgewaaid, al iets van gehoord? Nee, ik heb daar helemaal niks van gehoord. Nog niet. Nee. We hebben veel gezien, ook twee huizen verderop, ook een schuur omgewaaid. Waar het huis staat met het afgewaaide dak heb ik nog niet kunnen vinden. Maar er is hier heel veel schade. En je ziet nu nog steeds allemaal losliggende stukken die door af en toe een vlaagwind gewoon nog weer de lucht in gaan. Dus dat blijft gevaarlijk. Annemiek vanuit Reden, dankjewel. Ja, dan gaan we naar sociale media. Want aangeschoven in de studio is onze sociale media-redacteur Hermina de Vries. Hermina, ja, dit is weer waar veel mensen wat over op Twitter, op Facebook zetten en dat ook naar ons toesturen. Ja. Wat kwam je al allemaal tegen? Daar zijn we ook heel blij mee. Ja, nou, heel veel mensen moeten heel veel angstige momenten hebben beleefd. Op de weg, maar ook thuis. Ook mensen bovenin de flat bijvoorbeeld, die zeggen van ja, ik woon 12 hoog, ik vind het doodeng. Of mensen die de deur amper open of dicht krijgen. En ja, we hebben ook wat op een rijtje gezet van wat we allemaal binnen hebben gekregen. Ik weet niet of we daar nu naar kunnen kijken. Oké. Nou ja, we hebben beelden gekregen van iemand die op de snelweg rijdt en ziet dat er voor haar een kleine vrachtwagen, dat de wind eronder komt en dat het omvalt. Zoals dat ook veel op de A12 en de A50 gebeurt. Precies. Moet doodeng zijn geweest. Daar hebben we verschillende beelden van gekregen. Ook beelden van heel veel omgevallen bomen, heel veel omgevallen schuttingen. Ja, dat is ook wel het beeld. Ja, mensen die dan vertwijfeld bij een auto staan. Ik begrijp dat we nu beeld hebben hier. Dit is, heb je dat vrachtwagentje? Ja, zo, maar ja, dat gaat hard, hè? Dit hebben we gekregen via Facebook van onze volgers. Nogmaals dank daarvoor, want daar zijn we heel blij mee. Dit is in Winterswijk. Ja, dit is ook de storm. Het lijkt bijna op te stijgen, joh. Ja, dit is in Park de Hoge Veluwe bij de zandverstuiving. Dit is de meneer en dieren. Ja, die kregen een boom op zijn auto. En ja, veel omvergevallen vrachtwagens. Dit is bij Kesteren en Ochten. Een compleet dak in de wijk Presikhaven in Arnhem is afgevallen. Dit is ook in Arnhem. Dit is in Nijmegen. Ja, het zal je auto maar zijn. En in Terborg inderdaad een gevel die helemaal naar beneden is gekomen. Een schutting in Haalder omver. Dit is, was vanochtend bij het Gelredoom. Ja, en die stijger, ja, dat is ook niet goed gegaan. Ja, mensen die filmpjes hebben, kunnen dat blijven insturen. Ja, hoe doen ze heel dat? Graag. Dat kan via Facebook. Het kan ook naar omroep@gld.nl, ons mailadres. En we maken daar dankbaar gebruik van, ook in ons liveblog. Oké. Hermina, dank je wel. En veel meer plaatjes en filmpjes ook natuurlijk op onze site. En in het liveblog, op onze app ook. Dan gaan we, ja, we willen weten hoe het nog gaat worden vanmiddag. Hè. En in de weerstudio in Wageningen is Monique Wilms van de Meteo Group. Monique, het ging er heel hard aan toe, hè, de afgelopen uren. Dat hebben we lang niet meer zo meegemaakt. Ja, klopt wel. Er was wel een stroomstoring, maar er was... Goedemiddag, Janko. Ja, ga door, Monique. Ja, het was inderdaad een hele felle, kortdurende storm. Het hoogtepunt van de storm hebben we nu achter de rug. Dat was afgelopen uren zo. En het gebeurt natuurlijk ook niet vaak dat het zo erg in het binnenland ook nog zo heftig tekeer kan gaan. Hè. Vaak is het hoogtepunt van de storm toch vooral echt aan zee. Nou, daar hebben ze ook wel de grootste klappen gehad. Maar we merken dat ook echt in Gelderland. Ja, we hebben gewoon een windkracht 9 gehad, bijvoorbeeld in Herwijnen. Dat komt haast nooit voor. Windstoten die ook echt ver boven de 100 km per uur zijn uitgekomen. 121 km per uur was de hoogste windstoot gemeten. En dat verklaart natuurlijk ook waarom dat de schade ook zo groot is. Ja, het ergste is voorbij, zei je, maar moeten we nog wel opletten? Ja, we moeten zeker nog wel opletten. Het waait nu nog steeds fors door. De windstoten die zijn nog steeds ook wel echt noemenswaardig. Met name in het oosten van de provincie zitten we nog steeds ruim boven de 80 km per uur. We zien dat de kern van het lage drukgebied die storm veroorzaakt eigenlijk via het noordwesten van Nederland over onze noordelijke provincies richting Duitsland wegtrekt. En dat betekent dat het eigenlijk een tijdje geleden juist in het oosten van Gelderland het tekeer ging. En dat heeft zich langzaam verplaatst richting het oosten van onze provincie. En geleidelijk gaat het nu steeds verder afnemen. Dus het waait nu vooral in het oosten nog fors, maar er komt wel een einde aan. Komende uren zwakt de wind heel snel verder af. En dan kunnen we de schade op gaan nemen. Monique Wilms vanuit Wageningen, dank. En tot zover het nieuws over de storm. Op onze website gld.nl en natuurlijk de app houden we u op de hoogte van minuut tot minuut. Onder meer met uitgebreid liveblog en met veel filmpjes en foto's dus van de stormschade. Die u ook nog steeds kunt insturen naar ons. Nou, op tv zijn we er weer om 5 uur met het nieuws. Ik wens u nog een fijne middag.